Jij wilde met baby Hoppie spelen. Nee, jij doet het. Het bak is klaar. Ik zorg zo voor je. Raincheck. Geef je stomme speeltje maar. Het werd tijd dat we het achterwege lieten. Ik wil mijn Hoppie terug. Hahaha, ik scheur hem in stukken. Oh ja, wauw. Ik verlies de controle. Bovendien ben ik slaperig. Ik hoop dat hij niet terugkomt. Kijk, Catnap. Ik ben zo bang voor haar. Hey, beste vrienden, ik ben het. Hey, ik ben zo blij dat we herenigd zijn. Activeer de magische straal. Jullie krijgen hier allemaal haar eigen animatronic. Wat is hier aan de hand? Ik denk dat het zal lukken. Ik zal dit allemaal aan Catnap doorgeven en kijken wat er gebeurt. Geweldig! De hoofden zijn van het hoogste niveau gebleken. We hebben het hoofd. Lijm het vast. Wat is het volgende? We geven de rollen een kleine make-over. De tinten zijn perfect. Zo pluizig. Nu moeten we opschalen. Oh ja, het werkte. Halverwege. Wat? Ik ben terug. Ik ben niet gemakkelijk bang te maken. Dat zullen we zien. Ik ben er deze keer helemaal klaar voor. De blaster opladen. Oh god, doe dat niet. Eindelijk begint het echte plezier. Bam, bam, bam. Ah, hou op. Ik kan het doel raken. Jongens, ver. Phew, dicht schot. Arme kat. Geef je over. Ja, we hebben gewonnen. Goed gedaan, kat. Oh, wat is er aan de hand? Een vleesmolen zuigt me naar binnen. Help! Druk op de like-knop om hem uit te zetten. Alsjeblieft. Catnap, wat is er? We halen je eruit. Volhouden. Het werkt niet. Druk op de like-knop om Catnap te helpen redden. Het werkte. De vleesmolen gaat regelrecht de prullenbak in. Hoe durven ze? Je hebt het laatste van mij nog niet gezien. Bedankt. Laten we nu aan de slag gaan. Knip uit. Knip uit. Zo hebben we een tas. Bevestig hem aan Hoppie's riem. Voelt vreemd. Duh. Ik heb zo snel mogelijk een worteloogst nodig. Klaar. Mijn tas aanvullen met munitie. Oh ja. Het enige wat we nog moeten doen is het uitknippen en op de animatronic plakken. Leuk. Maar mijn animatronic heeft geen tas. Maak je geen zorgen, het komt eraan. Maar hoe? Je moet gewoon harder trekken. Precies daar. Yoza! Vervolgens bevestigen we hem aan de riem. Mmm, kip is zo lekker. Er blijft niets anders over dan bot. Botten zijn geweldige munitie. Dat is gewoon gek. Ik heb een munitiebuidel. Ik heb het idee dat ik iets belangrijks ben vergeten. De Crafty Core man had ongebruikelijke schelpen. Natuurlijk. Laten we eens kijken of we er iets fatsoenlijks van kunnen maken. Harnas, klaar. Het enige wat ik moet doen is het opvleuren. Zo, ik ben klaar met knippen. Weer een punt voltooid. Oeps. Gaat het? Nee. Laat mij helpen. Mijn elleboog doet pijn. De wonderbaarlijke catnappleister verlicht onmiddellijk de pijn. De pijn is eindelijk weg. Ik zou mijn panzer moeten upgraden. Schets. Uitsnijden. Schilderen. Bandjes eraan. De elleboogbeschermers zijn klaar. Leuk.
Ik heb ze niet kunnen verwijderen. Geen televisie, ik heb het gedekt. Wow, ik lijm het vast. Alles goed. Waar is mijn pantser? Chill, we maken het zelf. Idee. Tada! Nu, pantser. Klaar. Hetzelfde geldt voor mij. We zijn erop. Waar plaats je dynamiet? Ik weet het. De eerste plek is over de staart. De tweede. Jij? Oeps. Neem dat. Hahaha. Hoef, waag het niet terug te komen. Dat zal van pas komen. Ik zal het bij elkaar schrapen. Ah, de wortelwerper is klaar. Holy smokes. We hebben alleen maar kleine oortjes nodig om het af te maken. Geweldig. Dat is fenomenaal. Wow. Wie plakt de sticker? Oké, ik kan het aan. Dog Day heeft ook wapens nodig. Ik haal dit weg. Hopelijk kan ik er iets van maken. Dit gaat hier en dit hier. Wat verf. De kruisboog met bottenschieter is klaar. Het belangrijkste onderdeel ontbreekt alleen. Wat? Ik begrijp het niet. Wat staat hieronder? Oh, ik zie het. Botpijlen. Bedankt. Hahaha. De bottenschieter laden? Ik ken het wel. Het andere dynamiet gaat daar. Zoet. Bottenschieter is actief. Ja. Catnap, kijk. Er is iets gebeurd. Nee, dit is slecht. We moeten ingrijpen. Ik zocht overal. Jongens, reageer hieronder wat er met het huis is gebeurd. Wat is er, Dog Day? De bottenwerper is klaar om te gaan. Geweldig. Hoe zit het met onze hangers? De hangers? Ik zal iets bedenken. Het probleem is dat er geen voorraden zijn. Wij zullen helpen, inkomend. Een miljoen keer bedankt. Teken, knip uit, voeg lichtjes toe en we hebben een hanger. Heerlijk. Vervolgens een hanger voor Dog Day. Zo. Ja, nog een sticker. Je werd veel te snel opgewonden. Ik ben terug. Je kunt het niet doen zonder meeklint. Hoogte? Breedte? Ik begrijp het. Mijn kwaadaardige plan zal eindelijk werken. Oeps, niet op doel. Auw. Auw. Phew, ik viel bijna. Ah, wat is dat geluid? Ik kan niet alleen opstaan. Iemand, help. Help. Ik zal toegeven, wat dan ook. Ook al verdien je het niet. Je bent een zware kerel. Trek mijn arm er niet af. Nee, ik moet iets anders proberen. Ik hoop dat er een touw voor is. Joehoe! Hou hem stevig vast. Ik trek. Nee, het plan flopte. Wat als we een krik gebruiken? Misschien komen we er wel ergens mee. Oeh, zelfs een krik kon het niet volhouden. Wat moet ik met jou doen? Denk, denk. Oh, dynamiet. Gelukkig maar. Geen dynamiet. Ik smeek je. Dit zal zeker werken. Daar is het. Je kunt me later bedanken. Ik was niet van plan je te bedanken. Wat is hier? Hoppy's hoofd is onbeheerd. Lief. Zonder oren ziet ze er beter uit. Catnap, draai je om. Huh? Oh, lief. Jij betaalt hiervoor. Nee, help.
Weet je, ik kan de oren repareren. Ik gebruik mijn magische verband. Eén oor. De ander. 1, 2, 3. De magie deed zijn werk. De oren zijn weer in orde. Allemaal goed. Je werd veel te snel opgewonden. We willen de kostuums passen. Nog niet. Ze hebben geen benen. Goed punt. Benen zijn belangrijk. Eindelijk zal mijn plan werken. Het laatste dynamiet is gelegd. Ik zet hem aan. Nou, nee. We zijn klaar om te vechten. Hoe durf je? Je hebt het verpest. Hihihihi. Geweldig nieuws. De energie zal een tijdje aanhouden. Hier, neem dat. Ah, mijn energie daalt. Alsjeblieft. Geen kans. Je kunt mij niet verslaan met wortels. Aanval. Auw. De aanklacht is ingetrokken. Hahaha. Het werkte. Om hardop te huilen. Mijn energie. We moeten samenwerken. Aanval. Nee. Wat een nachtmerrie. 1%? Opladen. Doel. Vuur. Dit is het. Geen gevechten meer. Ga gewoon weg. Ik ga zeker weg. Maar eerst blaas ik het schattige huisje de lucht in. Nee. Ik maak het. Het is zwaar. Ik sta op het punt de enorme kop op te pakken. Kom op. Sta op. Het is flink. Jack, ik sta bij je in het krijt. Hoe komt het dat dat niet op mij doordrong? Zo hoger. Geweldig. Ik moet deze hengel buigen. Maar om de een of andere reden werkt het niet. Ik ben te zwak. Vitamines voor katten. Dat is het. Whoops. Het is open. Ik heb iets met muizen. Wauw, ik voel me sterk. Ik kan bergen verzetten. Ik ben geweldig. Ik kan het buigen met alleen mijn pink. Zo. Goh, je bent sterk. Te houden ervan om geuit te worden. Hartelijk bedankt. Nu hebben we vreemde kleding. Ik zal het hier en daar beveiligen. Het moet strak zitten. Goed. Ziet er goed uit? Wow, dat is waar. Ik ben het ermee eens. Het frame is klaar. De volgende stap is de staart. Ik zal de pret voor je verpesten. Deze man is nooit in kattenpyjama geweest. Oh nee. Druk op de like-knop om te voorkomen dat Miss Delight ons huis vernietigt. Niemand kan mij tegenhouden. Tot ziens, oog. Daar ga je. Nu de romp. Kom op, we hebben meer likes nodig. Haast je. Tot ziens, kat. Bedankt voor de hulp. Ik hoop dat ik iets kan gebruiken. Hallo, kan ik je helpen? Ik heb zoiets als een staart nodig. Verkoop je ze? Duidelijk. Nunchucks. Je kunt niet zonder. Nunchucks? Je zult er geen spijt van krijgen. Ik betwijfel dat. Ze zullen van pas komen. Dat beloof ik. Nee, ik heb een staart nodig. Oh, een staart. Geen probleem. Hier, de leukste. Handgemaakt. Daar ben ik hier niet voor. Wacht even. Ik geloof dat ik iets meer in jouw straatje heb. Wat vinden wij hiervan? Is het goed?
Wow, het is perfect. Ik neem het. Rustig aan. Eerst betalen. Ik heb geen contant geld. Geen geld, geen honing. Je wreef me op de verkeerde manier. Oeps. Iemand heeft een ademverfrisserspray nodig. Hier. Goed, mag ik de staart ook? Het is niet gratis. Oké. Je had het al verwacht. Doe me geen pijn. Je hebt het verkeerde idee. Het is een geldpistool. Geld! Oh ja, ik ben rijk. Ik zou terug moeten gaan. Dit is het. Oh nee, wat is er gebeurd? Reageer hieronder wie het oog heeft vernietigd. Ik moet een staart opzetten. Hij is extreem zwaar. Oh, ik zit vast. De staart verpletterde me met zijn gewicht. Ik weet een uitweg. Catnap is de beste. Het is bijna zover. Alles wat hij doet is een groot succes. Ja, het is mij gelukt. Bedankt. De staart is helemaal klaar. Weer een punt voltooid. Vervolgens zorgen wij voor de pootjes. Alleen een oefening is niet genoeg. Het lijkt erop dat Catnap weg is. En Mandy heeft het druk. Hier maak ik een hartje van. Kus je kat vaarwel. Wacht even. De vacht is super zacht. Voelt fijn. Wie weet? Het is echt gezellig. Er komt iemand. Ik moet hier weg. Wat een schattig pootje. En wat is dat? Een hoop afval? Ik moet het allemaal weggooien. Het is niet nuttig. Ik gebruik bleekpasta. Wrijf het grondig in. Het lijkt erop dat er hier helemaal geen vuil zat. Hoe zit het met mijn tanden? Dat stinkt. Ik kan daar ook wel wat van gebruiken. Dat is veel beter. Ik kan blijven werken. Ik bevestig stof in het frame. Geweldig! Jammer dat er geen licht is. Ik kan dat maken. Oh ja, wat is dat? Een discobal? Perfect! Wie heeft mij gebeld? Catnap, kijk eens wat ik heb gevonden. Fang! Bedankt, maar hoe verbinden we dat? Een schroevendraaier? Het is weg. Ik gebruik een hamer, denk ik. De ladder is klaar. Nu mag ik de treden schilderen. Ik heb de planken. Het zal hier zijn. Het werd tijd dat ik voor mezelf ging zorgen. Oh, zoveel wol. Daar weet ik wel raad mee. Ik zal de treden omwikkelen en wat lichter toevoegen. Schattig en comfortabel. We zijn klaar met dit deel van het plan. Er ontbreekt iets. Het raakte me. Pootafdrukken tillen de bekleding naar een heel nieuw niveau. Ja! Catnapje, hier! Bedankt! Eerst verf ik alle onderdelen paars en stel ik een unieke plank samen. Ik heb een idee. Neonstrip. Kopiëren. Geweldig! Ga niet stiekem kijken. Zo, ik zou me moeten opfrissen. Het kwam tot me. De plank zal mijn melkvoorraad bevatten. Wat is dat? Wow, glowsticks! Er kwam een idee bij me op. Ik open en gebruik alle stokjes in de tas. Ze zijn zo leuk om mee te spelen. Ik snij ze open en giet de vloeistof in een fles. Misschien heb je meer neonvloeistof nodig. Kijk goed. Ik heb mijn eigen neonlicht. Magische knop. Laat me niet in de steek. Het is me nauwelijks gelukt. Weet je, de bank is leuk. Ik doe er gewoon een paar kussens bij. Catnap. Ja?
Dit is voor jou. Een vis? Ik hou ervan. Ik bel de niet-machine. Hey, het is Miss Delight. Huh? Wat dacht je daarvan? Eeuw, lelijke vis. Hou op, ik heb een reservewapen. Oh nee. Een tekening? Oh, ik denk dat ik het punt begrijp. Ik neem deze deegroller. Overgave. Nooit. Dag, losers. Ze is weg en Mandy is vermist. Boe, daar is het. Ik zal de deegroller op de juiste manier gebruiken. Een viskleed is een geweldige decoratie. Het volgende punt is uit de weg. Het raakt me. Doos. Zwarte verf en bladmuziek. Een beetje magie. En zomaar heb ik een luidspreker. Ik zet muziek op. Mogen het feest beginnen. Joehoe! Hey! Ha! Ik daag je uit voor een gevecht. Bam, bam. 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 Ik won. Auw. Het karton is de minste van mij. La, la, la. Waar is ze heen? Wie kan het schelen? Ik heb nog 2 punten en dat is alles. Amulet en ogen. Ogen eerst. Ik teken een maanvormig pupil. Daar is hij. Ik heb een koker nodig. Hou het mes vast, Miss Delight. Is dit mes eigenlijk voor mij? Echt? Ja, bedankt. Ik moet gaan. Stop al deze schattigheid eruit. Wie is hier? Ik zie alleen maar dingen. Ik zal eens kijken. Nee, te klein. Ik heb een nieuwe nodig. Laten we vechtsporten doen. Kung Fu Panda geïnspireerd. Oeps, ik ben de foundation vergeten. Bedankt, Karton, voor dit gevecht. Hey, schat. Huh? Wow. Het silhouet is klaar. Oh, deze stof komt goed van pas. Het past bij mijn huidskleur. Het moet goed beveiligd zijn. Ik rek de stof heel mooi uit, zodat er geen kreukels in zitten. Ik ben klaar. Hoe ziet dat eruit? Als je het mij vraagt, heeft het haar nodig. Goed bedacht. Waar maak ik het van? Schuimrubber. Wat? Oh ja, prachtig idee. Ik maak een chic schuimkapsel. Dat is een geweldige kleur voor mijn haar. Ik bedek de schuimlaag met stof. Tada! Mijn haar is compleet. Wauw, dat is chic. We zijn klaar met de harige uitdaging. Dit hoofd heeft wat tanden nodig. Eerlijk genoeg, ik kan dat aan. Rechte sneeuwwitte tanden tekenen. Een rechte kaak uitsnijden. Hier zijn onze kaken. Gedachten? Zijn de tanden niet schattig? Oh, ik heb iets gemist. Haha, kijk naar de tanden. Het is erg slecht. Ik kan ze in een mum van tijd aan. Lord, onze tanden. Wie ben jij? Oh, ik ben ergens anders. Ik kom eraan. Jullie duim omhoog om mij te redden van catnap. Ik ben wanhopig. Hij is dichtbij. Je hebt het niet gered. Weltrusten. Uh-oh, er komt iemand aan. Hier is ze. Ach, mijn baby slaapt heerlijk. Lief, wat is dat? Mijn knots? Wat is hier gebeurd? Mijn tanden. Ze hebben je geslagen met een knots. Ah, de vraag is, wie heeft het gedaan?
Jongens, reageer hieronder wie de tanden eruit heeft geslagen. Ho, wat heeft deze strijkknots meegemaakt? Ik denk dat ik weet hoe ik het moet repareren. Ik heb potloden nodig. En lijm. Ik lijm de ontbrekende potloden op de kale kant van de knots. Daar ga je. Het was vrij eenvoudig. Wow, geweldig idee. Tadaa, ik heb het gehaald. Slechte tanden, spoedeisende tandheelkundige zorg nodig. Laten we een oefening doen. Wacht een seconde, een verdovende injectie komt eerst. Geef het even de tijd om in te werken. Dat is alles. Wij zijn goed om je tanden te behandelen. Oh ja, klaar. Het voelt fijn om weer in mijn eigen kleren te zijn. Mooie glimlach. Ho, wat ligt er onder mijn voeten? Juist, ik ben iets vergeten. Verlichting voor een stralende glimlach. Hey, waarom werkt het niet? Een klap zou kunnen werken. Harder? Dat klopt, ik heb een knop. Het werkte. Allemaal glanzend. Wat vind je van mijn tanden? Briljant. Deze doos is compleet. In tegenstelling tot fully fixatie. Een mondholte zou hier fijn zijn. Wat is dat? Oh, ik denk dat ik het door heb. Deze donkere materie is perfect. Oog, niet gluren. Hier is de tong. Het is flink, weet je. Klaar, ik hou van de mond. De mond is klaar. Nu hebben we een halsband nodig. De taak is vrij duidelijk. Oké, de renovatiewerkzaamheden gaan door. Ho, ik ga het hoofd vernietigen. Neem wat dynamiet. Eet smakelijk. Uh-oh, mijn gezicht. Waar is het? Opluchting, mijn hoofd. Wat is er aan de hand? Nee, niet het hoofd. Het is mijn zwakke plek. Stop, ik zal een goed liedje opzetten. Hey, je probeerde mijn hoofd op te blazen. Ga weg, jij vuile kat. Oh man, ik ben gewond. Wat een confrontatie. Ho, wat is dat? Dit zijn ballonnen. Ze zullen geweldige ogen maken. Het enige wat ik moet doen, is ze opblazen. Werkt niet. Schatje, ik kan wel wat hulp gebruiken. Ach, een ballon. Uh-oh, je ging te ver. Lieverd? Gaat het? Geen ballonnen meer, denk ik. We hebben een pomp. Ja! Wauw, dit is perfect. Vervolgens moeten we de ogen wit schilderen. Ho, ik zou de ballon moeten schilderen. Niet ik. Daar, laten we gaan. Nu voeg ik een zwarte pupil toe. Zoet! Eén oog is klaar. Zo ook die andere. Hoe denk je erover? Ik ben ook bijna klaar met de ogen. Oh ja, wimpers. Wat heb ik nodig? Misschien ontbijtgranen? Nee. Eens kijken. Wat? Hoe zit het met een chocoladereep? Absoluut niet. Hey, ik heb wat je nodig hebt. Breigaren. Woe, helemaal in mijn straatje. Laten we naar de kassa gaan. Wat? Hij is snel. Prima. Gefeliciteerd. Je bent onze 1000ste klant. Huh? Waar is dit allemaal voor? Wauw. Dit is jouw cadeau. Kom nog eens. Oké, bedankt. Laten we eens kijken naar de cadeaus die ik heb gekregen. Wat? Hete lijm en ritssluitingen? Een heel cadeau. Bij nader inzien, het zal van pas komen. De stropdassen lijken veel op wimpers. Het enige wat ik nu nog moet doen is de tube met wimpers op de ogen van het huis lijmen. Geweldig! En zomaar hebben we een stralende blik gemaakt. Het ontwarren van garen is eigenlijk een wandeling in het park.
Ach ja, het is moeilijker dan ik had verwacht. Is er toevallig een handleiding voor het ontwarren? Huh? Mijn garen? Waar ga je heen? Dat is het. Game over. Nu moet ik een perfecte wenkbrauwvorm uitknippen. En wikkel er garen omheen. Geweldig. Mijn zachte wenkbrauw recht boven het oog aanbrengen. Oeh, extra haar. Het vraagt om een wenkbrauwcorrectie. Snij het overtollige af. Klaar. Schatje, hoe ziet het eruit? Leuk, de ogen zijn klaar. Ho, zit er nog iets in de doos? Oh. Rode stof. Ik weet hoe ik het moet gebruiken. Ik zou 2 gelijke cirkels moeten tekenen. Boef, nu knippen we het uit. Klaar. Niet machine, kom naar mama. Vervolgens geef ik het hoofd een schattige blos. Wie heeft het geweldig gedaan? Ik ben het. De reconstructie van de knots is bijna klaar. Oh, nog meer rode stof. Geweldig. Het is lang. Ik vul het met schuimrubber. En knoop een strik. Het is netjes geworden. Het enige wat ik haat om te doen is het veilig te stellen. Ho, ik kan er niet bij. Ha, magie. Oh ja, leuk. Wat vinden wij van de boog? Is het niet schattig? Het is zo. We zijn klaar met deze taak. Woef, we hebben het geweldig gedaan. Stil, het gekste gaat beginnen. Oh jongen. Oh ja, maak je klaar voor chaos en vervuiling. Goh, geen kogels meer. Het is voorbij. Wat doen we nu? Hey, op naar plan B. Papier. Oef. Dingen verpesten is vermoeiend, weet je. Holy smokes! Wat? Het is een nachtmerrie. We zullen het in supersnelle modus moeten opruimen. Ho, veeg het stof eraf. Oef, het is brandschoon. Ja hoor, de halsband zou het laatste zijn wat je zou doen. Wat is er nog over? Nee, nee. En waarom staat deze foto hier? Oh, ik vind deze hoed geweldig. Het is tijd voor een stijlmakeover. Miss Delight, wat vindt u van mijn nieuwe stijl? Je ziet eruit als $1 miljoen. Ik heb een idee. Een stoffen halsband. Nee, dat voelt niet goed. De stof is niet genoeg. Ik ga alles voor ons kopen in een winkel. Wat is deze tekening? Het is een schets van Pomni's hoofd. Juist, ik heb geen bril opgezet. Het gaat nu allemaal goed met ons. Ik voeg hier handen toe. Hey. Vroeger was het van jou, nu is het van mij. Zo plakkerig. Goh, mijn schets. Geef het terug. Geef het terug, het is van mij. Komt eraan. Wil je het terug hebben? Gaat niet werken. Geef het meteen terug. Dit? Nee. Je zult er spijt van krijgen. Verpest mijn werk niet. Wat heb je gedaan? Loser. Met een domme pet. Kinderpesten is onaanvaardbaar. Neem dat. En jij... Hij is doodsbang. Bye. Hoe zit het met mijn schets? Het is verschrikkelijk. Maak je geen zorgen. Ik zal dingen fixen. Dat is ziek. Ik kan niet geloven dat mijn droom binnenkort uitkomt. Zullen we? Ja. Eerste opdracht. Teken de schets over op karton. Goed. Knip hem. Dit is niet voor kinderen. Waarom niet? Jij kunt met een nieuwe pop spelen. Wauw! Aan de slag.
We moeten gewoon van het overtollig af. Tadaa! De omtrek is uitgeknipt. Check! Je hoed moet een aanpassing. Dit kan een idee zijn. Laten we een pet maken. Geef me een penseel. Komt-ie. En lijm. Daar! Nee, nee. Oké. Hier is je lijm. Bedankt. Ik breng lijm aan op de randen van het karton en bevestig een laag schuimrubber. Wikkel het in rode stof. Vastzetten met een nietmachine. Een goede start. Vervolgens voeg ik de resterende stukken toe. En nu hebben we een schattig petje. Ik heb een neonlicht gevonden. Geef het maar. Ik vind het zelf ook leuk. Ik heb het echt nodig. Oké, je mag het hebben. Ik maak de strip vast waar de stukken aan elkaar worden bevestigd. Aandoen. Geweldig. Yay! Het tweede deel van het plan is voltooid. We hebben ons best gedaan. We kunnen even pauzeren. Een verhaaltje voor het slapen gaan. Oh ja! Wat slapen zou fijn zijn. Maak het gezellig en luister. Er leefde eens een baby pony. Verrassing! Goh, Kane! Waar is mijn hamer? Zoek je dit? Maak je geen zorgen, ik ben hier. Haha, kusje pop, vaarwel. Ze zal onder de speelgoedpers belanden. Jullie, red Pony Pop. Druk op de like-knop. We hebben 5000 likes nodig, zodat Kane verdwijnt. Chop chop! Alsjeblieft, nog meer likes. Phew, we hebben het gehaald. Kane, de pret is voorbij. Alsjeblieft, niet Kaufmo. Je kunt niet van me weglopen. Het is hilarisch. Ja, we zijn vrij van hem. Een donzige deken. Ik heb een idee. Ik heb een schaar klaar voor gebruik. Knip het overtollige weg. Naai langs de rand. Vulling toevoegen. Voilà! We hebben een donzige pompon gemaakt. Het derde deel is voorbij. Ik ben klaar met de rand van de hoed. Help! Ik zit vast! Ik zal je bevrijden. Draai! Dat was leuk! Helemaal. Ik gebruik het neonlicht zoals het bedoeld is. Een ander deel van het plan is met succes voltooid. Goh, mijn speeltje! Wat heeft het mij gemaakt? Het is kapot! Niet huilen, ik zal het fixen. Mijn pop! Oeps, kijk, een vogel! Huh? Wat moet ik doen? Oh, ik weet het. Ik knip een kartonnen konijn uit. Details toevoegen. Opplakken. En vulling toevoegen. Je nieuwe squishy speeltje is klaar. Bedankt! Het is zo schattig! Laten we doorgaan. Ik was het bijna vergeten. Het werd tijd dat ik mijn neus ging poederen. Hier is een idee. De kartonnen pony kan ook wel wat make-up gebruiken. Werkt niet. Moet ik verf gebruiken? Je bent een genie. Hou het gezichtspoeder vast. Bedankt! Ik ben schattig! De rol is niet genoeg. Ik heb er nog één nodig.
Deze is net zo slecht. Waarmee schilder ik? Is een blikje verf goed? Het enige wat ik wil is een goed penseel. Eindelijk! Daar, ik ben klaar met schilderen. Vervolgens voeg ik ronde ogen toe. Omtrek met de marker. Jouw beurt. Klaar? Ja! 1 en 2. Goed gedaan. Wacht even, ik heb een verrassing. Ballonnen. We kunnen er ogen van maken. Het ziet er echt grappig uit. Nee, dit is te veel. Probeer niet zo hard. Er is een betere manier. Laten we een stofzuiger gebruiken. Schakel de omgekeerde modus in. Eerste balk klaar. En de tweede. Vervolgens kleuren we de ogen. Ik teken de pupil en kleur deze in met stiften. De rest wit verven. En ik ben klaar. De ogen zijn nu waar ze horen. Ik heb gloeilampen gevonden. Geweldig idee. Ogen, kijk. Nee, nog niet. We zijn iets vergeten. Wat is er? Wees geduldig. Je zult het zo zien. Ik heb meer neonlichten nodig. Iets is in de weg. Het is Kane. Hier ben ik. Miste je mij? We wilden je niet zien. Oeps, een stofzuiger. Doe het aan. Haha, net goed, Kane. Blijf hier. We zijn klaar met hem. Oh-oh, er is iets mis met de stofzuiger. Oh nee, verstop je nu. Ik zal mezelf vermommen onder een deken. Verrassing. Oh, je kunt je niet meer voor mij verstoppen. Waar is iedereen? Kane? Niemand. Oeps. Zou het hier kunnen zijn? Nee, verbijsterend. Ik heb ze laten ontglippen. Ik moet ergens anders zoeken. Mag het niet terug te komen, jij psychopaat? We moeten hem terugpakken. Goed punt! We zetten een val. Doe een doos met veren recht boven de deur. Een loblow. Lego ligt voor de deur verspreid. We gaan ook de deur afplakken. Smerig slijm. Ik zal eindelijk wat licht toevoegen. Jee! Kartonnen pony mist blush. Er lag een blik spuitverf in de buurt. De vraag is, waar? Heel erg bedankt. We hebben blush. Er ontbreekt nog steeds iets. Denk je van niet? Ik weet het niet echt. Ik kan er de vinger niet op leggen. Weet jij wat we vergeten zijn? Reageer hieronder. Een mond. Duh. Bedankt voor de hulp. Het gezicht is klaar. Verward haar. Ik zal je redden. Kam het en doe de hoed op. Mooi. Hoe zit het met het haar van de andere pony? Laten we er meteen naartoe gaan. Wat een geluk dat je een professionele stylist hebt. Sluit je ogen, niet kijken. Oké. De stof is echt goed. Perfect. Tadaa. Klaar. Open je ogen.
is een grappig kapsel. Ik snap het punt. Ik fix het. Verf hier. Trim hier. Opnieuw hier. En? Wat vinden we ervan? Het is verschrikkelijk! Vind je het niet leuk? Het zal wel. Huh? Hoe gelukkig is dat? Dit is precies het soort teken dat ik nodig heb. Uitknippen. Daar! Ik zet het vast en het is klaar. Tadaa! Het kapsel is klaar. Fantastisch! Kapsel? Check! Handen toevoegen zou het laatste zijn wat je kunt doen. Dat zal makkelijk zijn. Goh! Er bonkt iemand op de deur. Ik zal ze tegenhouden. Jij verstopt je. Oh nee! Hier ben ik. Bah! Smerig. Wat is het? Ah, mijn benen. Wat is deze puinhoop? Oog om oog. Ik verpest je kartonnen hoofd voor goed. Heel veel chocopasta. Oh ja. Goed gedaan. Ik kan niet wachten om te zien hoe ze eruit komen. Mijn hoofd! Jeez, wat heeft hij gedaan? Bonnie, wat is de uitweg? Die game man is zo'n psychopaat. Gelukkig kunnen wij het fixen. Laten we het afval opruimen. Elk stukje papier. Ik denk dat dat het is. We hebben het gedaan. Kane? Hoi, kom met mij mee. Wat? Nou, dat is het. Kane, je zult boeten voor wat je hebt gedaan. Ik kom eraan. Uh-oh, wat een verrassing. Het Digital Circus heeft een intermezzo. Kane? Oh nee! Wat is er met jou gebeurd? Heilige circusgoden! Wat? Ik werd vermoord door... Oké! De moordenaar is... Wie? Nee! Oh Kane, rust zacht! Ik ben geschokt. Ga van me af. Ik moet dit doen. Kijk, sinds Kane stierf, kunnen we allemaal het circus verlaten. Niemand vertrekt voordat we de moordenaar hebben gevonden. Wat als je hem vermoordde? Wat? Goed. Oké, laten we gaan. Jij bent het. Jij bent de moordenaar. Iedereen zegt dat zij het is. Jij bent het. Ik ben het niet. Ik ben het niet. Wat? Ik ben Pomni, de beste detective in het Amazing Digital Circus. Zie je, ik ga uitzoeken wie de schuldig is. Jij? Ik ben het niet. Of jij? Ik ben het niet. Zou jij het kunnen zijn? Huh? Zoebel? Hij is diep bedroefd. Misschien heb je hem vermoord. Huh? Oké. Hier zijn de hoofdverdachten. Wie heeft Kane vermoord? Het klopt niet. Dat klopt.